wij zaten gewoon beneden op de tv wat te kijken. En mijn huisgenoot die zegt opeens van, hey, er wordt volgens mij iemand voor de deur gearresteerd. Nou, wij natuurlijk enthousiast, we lopen naar boven, nieuwsgierig. En je ziet hier dat er met veel geweld iemand naar buiten wordt gehaald, mijn buurman. Ze waren denk ik al een politieauto of 3 of 4. Ambulance kwam later ook nog bij. En daar kwamen politiehonden, geweren bij kijken, dus dat was wel verschrikken, ja. Ken je je buurman? Nee, eigenlijk bijna niet. Van wat ik heb vernomen zijn het Bulgaren, maar ik weet niet zeker. Alleen, maakt niet uit waar je vandaan komt. Je bent gewoon een fucking clown als je dit soort dingen doet. En je moet gewoon met je poten van iemand afblijven. Ik weet niet wat de verstandshouding tussen die twee is. Maar je bent gewoon echt een verschrikkelijke klootzak dat je dit soort dingen kan flikken natuurlijk. En de vrouw, de 32-jarige vrouw, weet je daar iets van? Nee, helaas niet. Ja, ik maak me ook echt zwaar zorgen om haar. Je gunt niemand zoiets natuurlijk. En van wat ik heb vernomen is dat ze nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Dus wij hopen ook gewoon zo spoedig mogelijk op een update en natuurlijk dat zij gewoon nog in ons midden is. Maar verder, ja, verder weet ik heel weinig over de helaas. Er stonden hier vanochtend ook een paar dames bij mij voor de deur. Die zeiden van ja, wij hoorden al gisteravond wat dingen voorbij komen en dat is mijn manager. En ze is vandaag ook niet op kantoor. En je zag ook dat die ook super bezorgd waren. Ja, ja, je gunt niemand zoiets.